Ja, we zitten nog eventjes over... Even door te praten over de vakanties, hè? Even nog over de vakantie. Ja, jullie hebben elkaar gevonden op het zeilgebied. Ja. Ja. Nou, mooi. Daar komen we straks nog even op terug. Leuk. Ewout de Kok. Je bent van Feedback Fruits. Correct. Wat doen jullie? Wij bouwen software om nieuwe vormen van onderwijs te faciliteren op universiteiten en hogescholen. Dat is wel een hele korte pitch. Ja. Ja, ik zal wel meer uit. Dat is ook niet wel. Ja. Ja, wij geloven erin dat onderwijs op hogescholen en universiteiten veel actiever kan. Veel studenten zitten heel passief in klassen en ja, op een gegeven moment gaan niet eens meer naar colleges toe en zijn alleen nog maar bezig met hun tentamens binnentikken 3 dagen van tevoren. En wij geloven erin als een docent anders zijn onderwijs organiseert, dus de werkvormen, de dingen die je doet met studenten eigenlijk aanpast, dan kan je ineens wel weer die activatie krijgen bij studenten. Hey, maar wij leren eigenlijk altijd van de hele start-up wereld altijd dat je eigenlijk niet bij de oplossing moet beginnen, maar dat je bij het probleem moet beginnen. Is dit een probleem wat door die docenten en leerlingen als zodanig wordt ervaren? Ja. Kijk, leerlingen is iets anders, want die zijn niet anders gewend. Maar we zien, dit is wat zij... Ze komen op de universiteit, zo gaat het nou eenmaal. Maar je ziet natuurlijk wel een grote uitval onder leerlingen die heel erg toe te schrijven valt aan verlies in motivatie. En dat heeft ook heel erg sterk te maken met hoe ze een vak ervaren, hoe individueel je dat ervaart. Of onpersoonlijk. Maar het probleem zit denk ik wel heel sterk bij docenten. Er zijn heel veel docenten die echt zeggen van, en dat zeggen ze over de jaren heen, over de afgelopen 5 jaar, zeker de afgelopen 10 jaar, zie je gewoon een enorme disconnectie ontstaan. Ze zeggen echt, het lukt me niet meer om in connectie te komen met die studenten die hier zitten. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar er is een gat ontstaan. En hoe komt dat dan? Wat is jullie analyse? Ja, de populaire analyse is natuurlijk dat op een gegeven moment zo is dat je dat de nieuwe generaties gewend zijn aan veel snellere informatieverwerking en veel snellere afwisseling. Die zitten misschien ook met hun laptop en hun telefoon in de aanslag in de collegezaal. Precies, die constant worden afgeleid. Dat is één onderdeel. Een ander onderdeel is gewoon ook heel duidelijk. We hebben een enorme groei meegemaakt. Echt een enorme groei in de hoeveelheid studenten die in de collegebanken zitten. Mijn vorige spreker die heeft het over internationale studenten. Nou, die zijn een groot onderdeel. Nou, we kennen ook problemen in Nederland. Nederland wordt overlopen door internationale studenten. Ja, en aan zich kan dat natuurlijk heel mooi zijn, mits je onderwijs daarnaar goed organiseert. Maar als je gewoon zegt, we hebben een grote zaal, hij moet alleen iets groter. Ja, dat gaat op een gegeven moment de verkeerde kant op. En dat zijn beide, naar onze analyse, 2 belangrijke elementen waarom het nu niet goed is. Leg eens uit wat voor soort software jullie dan ontwikkelen om dit probleem te tackelen. Want je kan natuurlijk ook leuke les geven zonder software. Ja, zeker. Er is niet per se software voor nodig, maar hoe doen jullie dat? Wat is de... Nou, kijk, wij zeggen wel eens scalable pedagogy. Dus als jij voor een zaal staat met 100 man, is het op een gegeven moment lastig om goed onderwijs te geven, zeg maar, gepersonaliseerd onderwijs te geven aan die 100 man. Want je kan niks anders als je geen digitale middelen hebt dan op een gegeven moment alleen nog maar je verhaal vertellen. Of in ieder geval, dat is waar veel docenten naartoe gaan. Dat is één eenrichtingsverkeer, dat is zenden, dat is weinig interactief. Ja, en ook helemaal niet effectief, blijkt uit de literatuur. Dus wat wij doen, is wij stellen eigenlijk een docent in staat om werkvormen te organiseren die veel kleinschaliger zijn. Denk bijvoorbeeld aan, je hebt zo'n klas van 200 man, die voordat zij hun final assignment moeten inleveren bij de docent, eigenlijk een tussenstap hebben. En dat is, ze leveren de assignment in aan elkaar. En ze kijken elkaars assignment aan, even na gebruik maken van een rubriek die de docent geleverd heeft. De docent heeft eigenlijk gezegd, zo hoor je een goede assignment te maken, kijk eens naar of jouw collega dat, jouw peer, dat goed gedaan heeft. Dat zorgt ervoor dat studenten, terwijl als jij het werk van iemand anders reflecteert met de criteria van hoe het eigenlijk moet, ga je jezelf ook heel erg reflecteren. Van, oh wacht, dat heb ik ook niet zo goed gedaan. Oh, dat had ik ook niet, dat had ik ook beter moeten doen. Plus, je geeft nog eens een keer feedback aan je peer. Nou, dit is een werkvorm die ervoor zorgt dat als uiteindelijk die final assignment wordt ingeleverd, de kwaliteit van die assignment veel hoger is. Dus het opgeleverde werk is gewoon veel hoger. De docent kan dat veel fijner nakijken, want goed werk nakijken is fijner als minder goed werk nakijken. Plus studenten hebben daar veel meer van geleerd. Nou, dit is iets wat je dus digitaal heel goed
kan oplossen. Maar nu noem ik maar één werkvorm. Maar dat is peer feedback. Ik zie bij jullie op de site, zag ik met name veel interactieve dingen. Ja, ook. Interactieve presentaties die je als docent kunt geven. Ja. Kun je ze uitleggen hoe dat werkt? Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar... Zeker weten. Ja, kijk, we hebben simpelere werkvormen met interactieve presentatie. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan een docent stelt een vraag aan zijn college. Die student geeft antwoord, een multiple choice vraag. Vervolgens zegt een docent, praat eens met elkaar over het antwoord wat je gegeven hebt. We weten nog niet wat het juiste antwoord is. Stelt die vraag nog een keer. En wat je dan ziet is, je ziet een enorme conversie naar het juiste antwoord toe. Dus we gaan erover praten, gaan brainstormen. Waar maak jij die? Ja, dat werkt dan met de mobiel? Dat werkt met de auto. Ja. Dus okay. Technisch gezien werkt dat inderdaad dan met een laptop of een mobiel. En een docent die heeft gewoon zijn slides op de beamer staan. Ja. Dat is een wat simpelere werkvorm. Maar je kan ook voorstellen dat we wat meer uitgebreide werkvorm hebben, waarbij je op een gegeven moment gaat krijgen dat een docent die geeft een verhaal, die vertelt, maar die stelt af en toe een vraag. En studenten kunnen, gebaseerd op het antwoord wat studenten geven, plus of studenten aangeven of ze iets moeilijk vinden, ja of nee, krijgt de student eigenlijk gepersonaliseerd vervolgadvies. Dus die krijgt gewoon, we zagen op het gebied van het antwoord dat je nog moeite had met dat onderwerp. Hier hebben we een filmpje die dat specifiek nog eventjes goed uitlegt. Of kijk nog even naar dat hoofdstukboek. Ja. Dus krijg je die gepersonaliseerd. Dan krijg je weer iets meer persoonlijke aandacht. Nou, dat is ook een andere type werkvorm. Om echt verder te gaan, eentje waar ik zelf heel erg fan van ben, is expertgroepen. Dan gebruik je dus de in-klas tijd om echt interactie te hebben tussen studenten. En hoe je dat dan doet, is dat je zegt, stel, je zit in een filosofievak, zegt vier verschillende filosofen gaan behandelen. Je maakt groepjes, die doe je gebaseerd op de keuze van een student. Een student zegt namelijk, ik wil deze filosoof graag uitzoeken. Nou, dan word je in een groepje gezet met studenten die de andere filosoof hadden willen uitzoeken. Dan krijg je tijdens het vak, dat doe je voor het college. Dus voor het college zoek jij informatie over die filosoof op. En dan tijdens dat vak... in die klas worden vragen gesteld van oké, wat zijn de overeenkomsten van deze filosofen op het gebied van democratie bijvoorbeeld, op hun visie op democratie. Nou, dat betekent dus dat ik ineens afhankelijk ben van mijn peers om erachter te komen wat het juiste antwoord is. Zijn wederom vier antwoorden. Kies jij als groep moet je een antwoord kiezen. Kies je als groep het verkeerde antwoord, krijg je een punt minder. Krijg je een soort van leaderboard met groepen. Nou, dat is een werkvorm die ineens van zo'n saai college... Ja. Hey, had als docent ook kunnen kiezen. Zit opeens een beetje competitie in, zit opeens een beetje samenwerkingsvormen in. En woep, het gaat ineens van passief in een college zitten. En het zal wel naar heel engaged bezig zijn met het eigen onderwerp. Hey, maar is dit een, het lijkt mij zeker een aantrekkelijke vorm, maar hier komt geen technologie bij kijken. Hè? Dit is gewoon een andere... Nou, in deze vorm komt wel technologie kijken. Namelijk één in de distributie van, zeg maar, het is heel groepvorming. Gebaseerd op interesse. Dat is heel lastig voor een docent om goed te doen. En dat technologie kan dat stukje oplossen. Ja, maar mijn vraag is inderdaad eigenlijk, waarom doen ze het als... Het klinkt voor mij als een overzichtelijke vorm. Natuurlijk anders dan je gewend bent. Maar waarom doen ze dit nog niet? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag waar wij natuurlijk ook heel veel mee bezig zijn. Maar jullie maken het in ieder geval een stuk makkelijker. Dat is het. We maken het in ieder geval een stuk makkelijker. We proberen het proces een stuk makkelijker te maken. Ja. En inzichtelijker. Dus dat is, want voor een docent is natuurlijk, je moet je voorstellen als jij... Ja, dit zijn natuurlijk enorm bewerkelijke dingen als je dat... Als dat fout gaat. Als je dat zonder technologie wil doen. Precies. En dan zit er, die zegt, ja, maar ik zit mijn groepje is er niet. En die zegt, hoe moest dat nou? En die zegt, en hup, in één keer zit je e-mailbox voor, werk je tot 4 uur 's nachts. En zeg maar, terwijl je eigenlijk moet onderzoeken wat de situatie is van veel docenten op universiteiten. En dit is nou precies eigenlijk hoe wij opereren. Dus wij bedenken die werkvormen niet zelf. Wat wij... Dat was mijn volgende vraag. Wij zoeken naar docenten die wel bereid zijn tot 4 uur te werken met dit soort werkvormen, omdat die nog slecht ondersteund zijn. We kijken dan naar, werken die werkvormen, leidt dat tot die activering van studenten? En wat we dan gaan doen, is met die docent gaan zitten en kijken naar het proces en welke elementen kunnen we nou automatiseren. Dat automatiseren we, itereren we een aantal keer en als dat vervolgens dan goed werkt, kunnen we ineens naar zijn of haar collega's toe om te zeggen van, kijk, deze docent die deed iets wat heel mooi was. Niemand ging het doen, want niemand had zin om tot 4 uur 's nachts te werken. Maar nu ineens is het makkelijk gemaakt. En dan zie je die langzame verspreiding. En wij noemen dat een onderwijs-to-tank.
Oké, maar het komt dus volledig uit de praktijk. Het is niet dat jullie hier op een zolderkamertje allemaal ingewikkelde werkvormen zitten te bedenken. Dat je maar moet afwachten hoe het... Nee, want... De docenten in jullie netwerk helpen jullie om nieuwe dingen te verzinnen. Dat is correct. Toevallig is daar een artikel over in het Financieel Dagblad aanstaande vrijdag. Dus daar staan ook interviews met een aantal van die docenten die dat dan ook gedaan hebben. Dat is heel leuk. Dus inderdaad, dat is hoe we werken. Want ons, zeg maar, de moeilijkheid bij ons zit hem niet per se in de automatisering van zo'n werkvorm, maar uiteindelijk in de adoptie bij docenten. Want dat is eigenlijk, wij noemen dat social engineering. We moeten echt engineeren van hoe gaan we ervoor zorgen dat... Snap ik, ja. Want je zit met een systeem en dat is in de fundamenten een heel lastige situatie waarbij, als je naar universiteit kijkt, mensen die het allerbeste zijn geweest in de traditionele vorm van onderwijs, zijn de mensen die voor de klas staan. Want dat zijn de mensen die haalden negens in met hun vakken. Die gingen een PhD doen, die zijn professor geworden en staan dus nu weer voor het college. Ja. Dus dat is één. Twee is natuurlijk de vorm die al jaren wordt gehanteerd, waardoor dat er echt ingesleten is. De vorm die mensen zelf al hebben gekregen, waar iedereen naar refereert. Dus daarvan afbewegen is een heel lastige... Dat is gewoon lastig. Dat is echt een change management vraagstuk. Maar ja, wij merken wel, het belangrijkste is natuurlijk precies wat jij zegt, waar zit de pijn? Je merkt bij een steeds grotere groep docenten toch wel die pijn. Maar goed, als je dan weet waar die pijn zit, dan is hier natuurlijk het andere. Je bent een bedrijf, dus je moet ook geld verdienen. Waar zit het geld? En wie is bereid om... te betalen. Ja, te betalen voor jullie bijdrage. Nou, daar raak je ook weer een goede vraag, want daar raak je ook weer een ander lastig punt binnen ons, zeg maar, markt. Kijk... Het is leuk, net als de vorige spreker zijn we ook begonnen als spin-off van een universiteit. Eigenlijk komt het nog precies hetzelfde idee. We hadden een idee, we studeren aan de TU Delft. Ja. We hadden dat idee, niet specifiek dit idee, maar een eerder idee, maar oké. We gingen naar het college toe, die hadden ook wat geld over en daarmee zijn we dus ook gestart. Maar wat wij, dus jouw vraag is specifiek, hoe verdienen wij geld? Kijk, wij zijn een mission-driven bedrijf, dus wij proberen een probleem op te lossen. Geld verdienen is niet onze main driver. Wij moeten alleen geld hebben om dat probleem op te lossen. Dat is een beetje de analyse. Maar wat wij dus doen, we hebben eigenlijk drie belangrijke stakeholders. Eén, dat zijn de docenten, want die moeten we overtuigen dat gaan gebruiken. Twee zijn studenten, want die moeten het uiteindelijk actief activeren. Die moeten we actief weten te krijgen. Drie zijn de universiteiten om het vervolgens aan te verkopen. En dat zijn meestal nog eens een keer hele andere universiteiten. En binnen zo'n universiteit, kan je ook wel voorstellen, heb je niet één persoon. Zijn er ook nog eens een keer een hoop stakeholders. Dus wij werken gewoon met een redelijke... veel stakeholders, maar ons businessmodel is wij verkopen licenties aan universiteiten en die stellen dan die software beschikbaar aan hun docenten. Dus wat precies, wij... en dat zijn, neem ik aan, abonnementsvormen, dat gaat per licentie, neem correct. Ik aan, dus afhankelijk van het aantal studenten dat er gebruik van maakt, vragen jullie een fee. Dat is correct. Ja? Ja. Hoeveel universiteiten hebben jullie nu als klant? 14. 14? Ja, waarvan 14 universiteiten en hogescholen, dus we hebben meer dan nu net meer dan 70% van de Nederlandse universiteiten in een meer dan vierjarige, zeg maar, afspraak. Okay. Of vierjarige afspraak. Ja. En het allermooiste is dat MIT in Boston dus ook net heeft opgetekend en meedoet in dat consortium. Want dat is misschien wel goed om te zeggen, is wat wij doen, hoe ik het uitleg, hoe wij zochten naar werkvormen. Dat doen wij in een concept dat heet een onderwijs-do-tank. Waarbij we eigenlijk zeggen, wij zoeken bij de universiteiten die zijn aangesloten naar dit soort werkvormen, digitaliseren die en indien succesvol, delen dat met iedereen die in dat consortium zit. Ja. Dus als jij een universiteit of een hogeschool bent, dan hoef je zo'n stukje pizza eigenlijk zelf aan bij te dragen of te betalen. Maar je krijgt je deelt mee van wat de anderen ontwikkelen. Is MIT de eerste buitenlandse... Officieel zat de eerste bij de universiteit die hier nu bij zit. We hebben nog een hele mooie andere naam die ik officieel ook niet mag noemen, helaas. Ja, heb je ook weer aandeelhouders? Nee, geen aandeelhouders. Ja. Dit is die universiteit zelf. Die is zo protective op zijn of haar naam dat, pas vooruit te maken. We zijn in dat proces. En in Australië zijn er een paar pilots. Dus we zijn eigenlijk wel leuk, want Nederland is natuurlijk klein. Dus 70% van de universiteiten in Nederland. We moeten internationaal gaan schalen. En daar zijn we voor wie moet dat? Is je businessmodel niet rond te krijgen? Jawel. Maar we hebben een ambitie om echt een grote impact te maken. Eigenlijk te helpen in die transitie van traditioneel onderwijs naar werkvormen. Die leidt het veel meer. Het feit dat je 70% van de Nederlandse universiteiten en hogescholen weet te tekenen. Nee, universiteiten. Dat is natuurlijk wel heel bemoedigend. Ja,
zeker. Dat is niet niks. Nee, we zijn cashflow gefinancierd. We zijn een bedrijf met 23 man. Ja. Nu, ja, 100% zelf. 100% zit geen enkele schuld in. Dus dat zijn leuke. Aandelen allemaal bij jullie. Ja, dat is allemaal. Dus wij kunnen dus ook nog echt op die missie richten. Wij hoeven ons toch niet inderdaad te houden aan allemaal afspraken die op een gegeven moment afleiden van onze kern. Ja, tegelijkertijd zie je vaak, jullie, als ik je goed beluister, zitten jullie een beetje tegen die grenzen aan. Dat als je op een gegeven moment de ambitie hebt om internationaal te schalen, wat jullie hebben, loop je natuurlijk tegen allerlei dingen aan die op een gegeven moment wel geld behoeven om dat te realiseren. Je platform moet meertalig worden. Er komen allemaal specifieke juridische sales, weet ik wat, contractdingen op je pad. Misschien wel leuk om te binnenkort een investeringsronde? Of, Nee. Wij gaan dit zelf doen. Totdat we misschien... Ja, er kan misschien een punt komen waarop we wel hiervoor openstaan. Maar er zijn best wel een aantal investeerders bij ons aan de deur geklopt. Maar ik heb altijd... En waarom is dat? Omdat ik nog geen enkele investeerder ben tegengekomen die echt gelooft in de missie die wij hebben. Die echt gelooft dat we dit moeten doen om onderwijs op een hoger niveau te krijgen. En dat als nummer 1 neerzet. En niet de financial return. Ja. En dat is, dat is niet erg. Dan doen we het zelf. Ja, je wil gewoon compromisloos je belangrijkste doel kunnen nadenken. Dat is het. Ja. Precies. En is daar in het team ook echt 100% overeenstemming over? Ja. Want dat is natuurlijk best verleidelijk maar op een gegeven moment. Ja, is dat zo? Vraag me wel eens af. Ik denk, we hebben veel mensen aan tafel. Het werkt best wel vaak, toch? We hebben natuurlijk veel mensen aan tafel die daar wel voor kiezen. Klopt. Nee, dat is correct. Wat ik er zelf van vind, is een ander verhaal, hoor. Nee, als ik mijn analyse neerleg, dan denk ik dat het... Kijk, wanneer heb je snel geld nodig? Als je keihard moet groeien, omdat je de concurrentie voor moet blijven. Precies. Hebben jullie concurrenten? Nee. Wat wij doen, zijn we heel erg uniek. We hebben nog geen concurrentie, dus die hete adem voel ik niet. Ja. Dan, als je dan een analyse maakt van wat eigenlijk, zeg maar, vreemd vermogen in je bedrijf aan, of in ieder geval investeringen in je bedrijf, wat dat voor nadelen met zich meebrengt, die zijn wel heel erg groot. Ja. Je verliest je flexibiliteit. Je zorgt ervoor dat je op een gegeven moment, je burn rate gaat enorm omhoog, maar dat heb je niet met een gezonde, inkomsten gedekt. Dus ik denk dat er heel vaak... dat heb ik heel sterk meegemaakt in die start-up wereld, is dat op een gegeven moment ging het om de A-ronde, de seed round, de A-ronde, de B-ronde. Terwijl ik bij mezelf denk, ja, maar je moet klanten binnenhalen, geen investeerders. Daar geloof ik in. Ik geloof dat er een punt is dat we op een gegeven moment wel denken, nu moeten we echt internationaal schalen. We kennen een trucje, we weten hoe we onze impact maken. De belangrijkste werkvormen hebben we echt goed gedefinieerd. Dat werkt heel erg goed en nu kan ik als soort van founder daar ook een stap in terugnemen. Nu is er minder meer visie nodig. Nu is het schalen. Nu weten we gewoon, als we schalen, doen we meer goed. En dat is prima. En daar is op dat moment geld voor nodig. Maar daar zijn we nog niet. We zijn nu nog aan het pionieren in het buitenland. We zijn dus, gaat volgende maand iemand van ons naar Melbourne toe om daar ons kantoor op te richten. Als het goed is in januari, als die andere grote naam valt... ook iemand naar Boston toe. En dan gaan we van daaruit groeien in Australische markt. Maar dit kunnen jullie gewoon nog financieren uit je operationele cashflow. Fantastisch. Is voor jullie, als je het hebt over die sales, want je moet die sales binnenhalen. Ja. Ik kijk nu even naar het scherm van Roland namelijk. En dan, ik zie een scherm en daar staat op interactive presentations, interactive documents, interactive video, peer feedback. Ja, als ik heel eerlijk ben, als ik gewoon het lijstje zie, denk ik, ja, het zal wel. Ja. Is voor jullie is je klanten binnenhalen is een heel erg arbeidsintensief en persoonlijk traject, neem ik aan. Hè? Ja. Want jij en je collega's overtuigen je klanten aan tafel, niet met je website. Dat is correct. Ja, we hebben dus een hele lage aantal deals. Alleen de dealwaarde is heel hoog. Dus dat is onze business inderdaad. En dat betekent dat het heel erg intensief is om een instelling aan boord te krijgen. Maar het voordeel is wel, als je een instelling eenmaal aan boord hebt, dat dan de loyaliteit heel erg hoog is. Zeker als je gewoon delivert wat je promised. Dus we zijn bereid hele lange contracttijden te tekenen, zeg maar voor lange duur contracten te tekenen. Onze retentie is heel erg hoog. Dus dat zijn de voordelen in onze markt. Kijk, qua strategie betekent dat
dat je in bijvoorbeeld, als het zijn redelijk nationaal georiënteerde markten. Dus Nederland, iedereen kent elkaar. Australië, iedereen kent elkaar. Amerika, nou daar is het iets anders, maar daar heb je ook sub, zeg maar, communities, precies, regio's die elkaar allemaal kennen. En dan is het een kwestie van een paar flagship projects neerzetten. Echt een paar, dat zijn, doen we dus nu in Australië. Met Deakin, dat is een van de meest vooroplopende universiteiten daar. Die zijn nu aan het piloten, dat gaat hartstikke goed. En als die zo meteen gepilot hebben, worden die onze soort van flagship project. En dan verkopen dat eigenlijk zichzelf. Nou, dat niet, helaas. Maar we hebben in ieder geval het belangrijkste binnen. En dat is gewoon die referentie. Lokaal. Ja, okay. Precies. Vervolgens, wat je doet, is dan moet je mensen aannemen met een netwerk. Want het lastigste is netwerk. Mensen bereiken die je niet kent. En je weet vaak niet heel goed wie moet je hebben. Je weet wel welke functie moet je hebben, maar niet wie is dat. Dat is heel erg schimmig binnen zo'n universiteit. En als je uiteindelijk iemand kan bij je bedrijf kan betrekken die zo'n netwerk al heeft. Die heeft een flagship project binnen zijn eigen markt. Die heeft technologie, wat gewoon. Die heeft een business model, legal is alles op orde. Ja, dan moeten we dat gaan uitrollen. Ja. Maar je moet niet verwachten dat we 10 universiteiten per jaar gaan binnenslepen. Waarom zou je het ook willen? Kijk, ik vind het juist fantastisch hoe jullie het doen, want we hebben die discussie heel veel hier aan tafel. Mm. Van, weet je, is het waard je onafhankelijkheid opgeven, investeerders? Wij zijn vaak juist heel kritisch op start-ups waarvan het wel lijkt of hun doel in het leven is het ophalen van financiering. Ja. Weet je, dan gaat de champagne open en weet je, heb je het doel bereikt. Maar weet je, het zou dan pas moeten beginnen. En tegelijkertijd de vraag die ik heel vaak heb van ook internationale schaal. Ik vroeg net ook aan jou, waarom? Weet je, als je het leuk vindt, prima. Mm. Maar het hoeft natuurlijk ook niet per se. Wat is er mis met een bedrijf van 20 mensen die onafhankelijk zijn, die allemaal een goede boterham verdienen en ook nog iets nuttigs of iets leuks doen? Ja. Vind ik ook helemaal niks mis mee. Nee. Dus ik vind het juist heel, heel mooi dat jullie die eigenwijze keuze maken. Ja. Ja, nou dankjewel voor het compliment. Ja, het is heel bewust geweest, want die start-up wereld, en ik moet heel erg zeggen dat ik daar ook wel gewoon nog hebben Startup Delta bijvoorbeeld, de mensen die eigenlijk startup communities die we hier in Nederland hebben, wat trouwens fantastisch is dat we het hebben. Tuurlijk. Maar daar heerst gewoon in al die trainingen, in al die verhalen, succesverhalen, zo'n focus op investering binnenhalen. Ja, doel is geld ophalen. Doel is geld ophalen. En dat daarin denk ik wel eens, maar ik zoek daar, ik wil daar meer eigenlijk een kritische noot horen over, dat hoeft allemaal niet. Nee. Harold Gordijn TomTom, een van onze mooiste, een van onze mooie voorbeelden van een paar jaar terug. Die heeft ook allemaal nooit een investering gehad. Die heeft het ook allemaal zelf gedaan, want zijn businessmodel komt voor elkaar krijgen. En ik denk dat is eigenlijk in ieder geval iets waar ik echt naar zoek. Maar er is natuurlijk ook wel een verschil tussen een Nederlandse mentaliteit, want dat is toch iets meer een Nederlandse mentaliteit. Ja, ja. En die Amerikanen zijn nog 10 keer zo erg wat dat betreft. Ja. Als je zo'n eigenwijze keuze maakt, is het ongelooflijk belangrijk wat voor mensen je binnenhaalt. Ja, Ik neem aan, dat is een gok, maar dat je dat vanaf dag 1, dat je daar bovenop hebt gezeten. Vol. En zeg maar de belangrijkste mensen in het team, die zitten er al bij sinds het allerbegin. In onze board hebben we iemand die ook echt zich volledig de verantwoordelijkheid heeft om onze missie in de gaten te houden met alles wat we doen. Wij noemen dat vind ik ook bijzonder. Ja, dus die houdt zich echt bezig met, alle beslissingen zijn we bezig met het verbeteren van kritisch nadenken bij studenten. Want dat is uiteindelijk waar wij in geloven, is dat je moet zorgen dat studenten die op een universiteit komen niet als een soort van consument weggaan en het gevoel hebben dat ze daar niks meer gekregen hebben en nog een tentamentje binnentikken op die manier. Interactief, betrokken. Betrokken op de inhoud, weet je wel. En daar hebben we al een type werkvorm om ervoor te zorgen dat je ook zorgt dat een student leert te reflecteren op zijn eigen gedrag, leert te reflecteren op kritisch na te denken, in iemand anders schoenen leert te staan, weet je wel. Dat kan je, dat is hartstikke mooi. Dus een universiteit is een soort van uniek body voor in onze maatschappij. Terwijl wij als democratische samenleving enorm afhangen van dat soort kwaliteiten bij mensen. Ja, nou heb je ook, je zei net, we werken heel veel samen met de universitaire docenten en hogescholen om die modules, die vormen te ontwikkelen. Ik kan me voorstellen dat het ook nog een cultuurding is. En dat je in andere landen misschien wel op een andere manier die doelstelling voor jou moet behalen. Ja, er zijn wel eens mensen die zeggen, Australië, Amerika, we hebben toch Duitsland, Frankrijk, Engeland om ons heen. Ja. Nou, als we kijken naar Duitsland en Frankrijk, dan zijn dat twee hele mooie voorbeelden van waar dit nog lang niet gaat vliegen. En waarom, daar heerst nog een hele ouderwetse
traditionele, hiërarchische onderwijscultuur. Ja. De professor weet het en je ga je ook niet mee in discussie. Begrijp wat ik bedoel? Die weet het, die vertelt hoe het zit en klaar. En dat is natuurlijk precies wat wij niet willen. Wij zoeken juist je moet die gelijkheid opzoeken. Wij hopen uiteindelijk dat docenten niet meer hun eer gaan behalen uit het feit dat zij expert zijn in een bepaald onderwerp. Want heel veel kennis ligt gewoon op straat. Maar dat zij eigenlijk een student kunnen helpen om dat zichzelf eigen te maken. Om daar dat is uiteindelijk natuurlijk wat het vak docent inhoudt. Maar dat is zeg maar die gedachte, die mentaliteit die wij nodig hebben, die heerst inderdaad niet in Frankrijk. Die heerst ook niet in Duitsland. Maar bijvoorbeeld wel weer in Australië heel sterk. Maar is dat ook waar we eerst op die markt richten? En je denkt, het punt is, je moet in Duitsland en Frankrijk nog weer zoveel extra drempels nemen voor je toe bent aan jullie gedachten. Hoor. Ja, en hoe maak je die analyse? Daar hebben we in deze geval is dat eigenlijk ergens toeval geweest. Wij worden door heel veel universiteiten benaderd. Dus dat is voordelen. We hebben afgelopen jaar zijn we geloof ik 125 universiteiten wereldwijd benaderd. Nou, daarvan zijn natuurlijk de universiteit klinkt mooi, maar het is een werknemer ergens met een naam van de universiteit. Dus dan noem je die universiteit. Maar, dus we hebben een selectie gemaakt. Er zitten best wel een aantal goede leads tussen. En dan kijk je gewoon, waar komt dit vandaan? En dan zien we ineens Australië mogen komen. Australië, er zitten er maar 50. Dat is helemaal niet veel. Weet je wel, in Nederland zijn het er 13. Iets meer in Australië. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou zo'n grote naam? Waar kom je dan achter? Dat daar derde exportproduct in Australië is onderwijs. Ze verdienen het meest aan kolen, qua export, dan ijzer en dan onderwijs. Er zijn heel veel Aziatische studenten die daar naartoe komen. Dus er is vanuit de overheid een enorme push om te zorgen dat die onderwijs op veel hoge kwaliteit zit. En dat is al heel erg lang zo. Dus zij zijn veel verder dan in dat nadenken, zeg maar, dan wat wij tegenkomen in andere markten. Nou, en daarom gaan we daar naartoe. Sterker nog, er is zelfs een Australian Trade Organization, heeft mensen in Europa, die spreken dus nu ook met ons vanwege die, en die helpen ons in die stap die we maken naar Melbourne toe, om edtech bedrijven te spotten die hun onderwijs, zeg maar, beter kunnen maken. Nee. Nou, dat is natuurlijk heel grappig. Ja, dat weet je ook niet. Maar dat hebben we op die manier, dus zijn we daar eigenlijk achter gekomen. Ja. En ja, dan Amerika. Maar het is gewoon eigenlijk een gedegen analyse maken van zo'n land. Ja. Waarbij je veel verder kijkt alleen maar dan voor de hand liggende indicatoren. Zeker. Om te kijken of het past. Ja, want we doen iets nieuws. En we veranderen iets wat traditioneel en van oudsher altijd al heel erg hetzelfde is geweest. En dat vergt een mindset die daar matchend is. En ik geloof dat heus uiteindelijk ook. Maar ja, je hebt gewoon die innovation adoption cycle. Je hebt de innovator, je hebt de early adopters en die heb je ook in landen. Ja, ik moet ons denken aan die gast die hier zat met een platform dat ging over kinderopvang. Mm-hmm. En bemiddelen tussen ouders. Oppassers. Oppassers. Ja. Ja. En die maakt ook van die eigenwijze keuzes. Want die maakt ook complete data-analyses van het volgende land. En die begon dan in Italië. En dan zie je denk ik, Argentinië ook? Italië. Maar we beginnen in Italië. Het land, weet je, mediterraan land. Daar zorgen de grootouders voor de kinderen. Je bent ik net te gek. Maar je had gewoon een complete analyse. Weet je wel, echt, Google Search. Google Search en allemaal indicatoren en economische indicatoren. Dan had hij gewoon een top 10 lijst. En dat was in Italië en Argentinië. Allemaal niet voor de hand liggende landen. Maar hij zei ook, hij zei daarbij ook van, als ik investeerders had gehad, wat hij ook niet had volgens mij. Ja, had hij ook. Moment, weet je, dan hadden die niet gezegd, die van, ga nu maar in Argentinië. We gaan naar Italië, we gaan naar Amerika. Ja. En, of desnoods China. Maar Italië, meer gek. Ja. Ja, ik geloof hoe. Dat vond ik toen ook heel mooi. Ja. Nou, heel eigenwijs. Ja, dat is, ja, zit er beter. Niet als doel op zichzelf. Je volgt gewoon. Niet als doel op zichzelf, maar gebaseerd op analyse, een theorie. Kennis. Ja. Dichter, ik bedoel, er zijn heel veel parameters, variabelen die specifiek zijn voor jouw business. En die jij meestal, omdat je er vol in zit, echt goed begrijpt, de waarde goed van begrijpt. En ja, van daaruit moet je gaan opereren en niet vanuit algemene verhalen. Hey, jij zei, jullie hebben heel duidelijk jullie missie geformuleerd in jullie bedrijf. Je hebt zelfs in de board iemand die dat bewaakt. Ja, ja, ja. Wanneer is het mission accomplished? Ja, dat is een goede vraag. Dat is nooit.
Dus ik denk, dus Mission Accomplished is inderdaad in ons, dat is niet wat we nastreven, maar we willen in ieder geval een grote impact maken. We zijn techneuten, we komen uit Delft, dus we hebben op een gegeven moment zelf een kwantificering gemaakt van onze impact op onze missie. Dus wij werken zogenaamd met wisdom points. Ben wij dus... Je bent een techneut. Ja, precies. Ja. Je moet kwantificeren, want anders kan je niet weten of je een werkelijk positieve impact maakt. Ja. Dus dat kan je natuurlijk met monetair is dat natuurlijk een heel krachtig mechanisme. Maar wij werken met een wisdom points concept. Ja. We kijken naar eigenlijk de werkvormen die je doet. Dus dingen die een docent doet met hun vak. Streven bepaalde leerdoelen na. En sommige leerdoelen, daarvan zeggen wij, die zijn goed voor een gezonde democratische samenleving. Kritisch nadenken, zelfreflectie, het kunnen formuleren van andermans standpunt. Heel belangrijk. Nou, dat zijn dan leerdoelen. Als wij dan zien van, deze werkvorm streeft die leerdoelen na, dan kijken wij gewoon hoeveel studenten hebben succesvol die werkvorm afgenomen. En keer het aantal goede leerdoelen, dat levert zoveel punten op. Dus één leerdoel is een goed punt. En dan het aantal studenten dat dat goed gedaan heeft, dat is een punt. Nou, daarmee optimaliseren we. Dus wij hebben een metric intern waarmee wij kunnen zien van, welke werkvorm levert meer wisdom points op dan een andere. En hoe zorgen we ervoor dat dat geoptimaliseerd wordt? Tot slot even helemaal terug naar je begin. Was het onderwijs wat jij in Delft had zo slecht dat je dit niet begonnen hebt? Ik heb aan de UvA gestudeerd. Uh-huh. Ik ben toen betrokken geweest bij een accreditatiecommissie waarbij ik alle universiteiten in Nederland heb geaccrediteerd. In ieder geval economische faculteiten. Daarna gelaten waren de uitzonderingen nagelaten. Ik denk, bottom line is dat ik denk dat daar heel veel beter kan. Ja. Ja. En dat zit hem vooral in de engagement, in het enthousiasme bij studenten over hun onderwerp. Maar dus uiteindelijk is het ook bij jou, is het begonnen bij je eigen ervaring, je eigen Tuurlijk. Gevoel van dat je dit kan beter. Dat ja. is... Ja. Ja, dat is heel sterk mijn startpunt geweest. Oké, je wilde nog niet vertellen wanneer je mission accomplished is, maar wanneer ben jij tevreden? Of als we je over 2 jaar zouden uitnodigen, of over een jaar? Waar ik echt op hoop is te zien dat we die werkvorm van waar we weten dat die gewoon echt heel succesvol werken, op een gegeven moment geadopteerd worden door meer dan 50% van de docenten in hun onderwijs binnen een universiteit. Dat is echt... Ik geloof wel dat het ons makkelijk moet lukken om de innovators en de early adopters, om die stap, crossing the chasm stap te maken, als het dat goed gaat lukken, dan is mijn missie accomplished. Ja. Dan voel ik van, kijk, dan zijn we waar we moeten zijn, want dan heb je echt die trein op gang gekregen, dusdanig dat je die ook niet zomaar meer stopt. Ja. Ja. We gaan je over 1 of 2 jaar weer eens uitnodigen. Dan gaan we kijken waar je staat. Leuk, dankjewel. Super, ja. Dankjewel. Mooi verhaal. Mooi zijn. Ja. Leuk. En bedankt jullie voor het kijken. Bedankt Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er elke dinsdagavond. We zijn even 2 maanden niet geweest wegens... Ik wou zeggen wel verdiende vakantie, maar gewoon wegens lekkere vakanties. Omdat we bedacht hadden dat ook wij er dan niet zijn. Maar vanaf nu zijn we weer iedere dinsdagavond vanaf 9 uur. Kijk je niet live, kijk dan ons totale archief op YouTube of op fastmovingtargets.nl. Dankjewel.